Hallo iedereen, hopelijk iedereen nog gezond en wel. We beginnen aan een nieuw hoofdstukje, de vitamine. Ik heb daarvoor een opdracht gemaakt. Dit ging iets beter dan hygiënisch handelen, vandaar dat we dit eventjes overslaan. De opdracht is dat je een presentatie moet maken over een specifieke vitamine toegewezen aan jouw groep. Daar vertel ik straks nog meer over. Er zijn een aantal leerplandoelstellingen die we hiermee kunnen bereiken. Die doelstellingen die kan je ook terugvinden in de evaluatiedocumenten die jullie ook dienen in te vullen. Eventjes een stukje theorie. Wat zijn vitamine eigenlijk? Een vitamine is een micronutriënt. Dat wil zeggen dat we ze in kleine hoeveelheden nodig hebben om te kunnen overleven. Maar we kunnen ze wel niet zelf aanmaken of onvoldoende zelf aanmaken. Dus we moeten ze opnemen via de voeding. Eventjes ontleden. Micronutriënt. Micron staat voor kleine hoeveelheden. De eenheid is microgram. En dat tekentje, dat kennen jullie. Dat hebben jullie al in de voedingsmiddelentabel gezien. Nutriënt is een voedingsstof, dat dienen jullie te weten. En vitale, dat heb je nodig om te kunnen overleven. Tot slot, amine is een groep van organische stoffen. De vitamine hebben een eenvoudige naam. Bestaan er uit één letter. Bijvoorbeeld vitamine A. Soms wordt daar een extra cijfer aan toegevoegd. Ik denk hier aan de B-groep, ja? Maar ook aan de vitamine D's. Je hebt vitamine D1, vitamine D2, vitamine D3 enzovoort. Tot 4. Soms nemen we provitamines of precursors. En dat is eigenlijk nog geen echte volwaardige vitamine, maar het lichaam kan daar wel een vitamine van maken. Ik denk bijvoorbeeld aan het zonlicht. Ja, als we buiten, volgende week wordt het mooi weer, als jullie af en toe buiten gaan met je handen en je polsen vrij en je aangezicht vrij, dus dat wil zeggen geen zonnecrème eventjes erop, ja, 10 minuutjes, dan heb je eigenlijk al genoeg vitamine D aangemaakt in het lichaam, ja, door het zonlicht. Vitamine A doet zoiets ook, maar dan denk ik eerder aan worteltjes eten, want daar zit beta-carotene in en beta-carotene kan het lichaam omzetten naar vitamine A. De indeling van de vitamine. We kunnen ze indelen in twee grote groepen. De in vetoplosbare vitamine en de in wateroplosbare vitamine. De in vetoplosbare vitamine, daar kunnen we een woordje mee vormen. ADEK, dus vitamine A, D, E en K. De in wateroplosbare vitamines, dat zijn de B-complexen, dus B1, B2, B3 enzovoort, en de vitamine C. Van deze vitamine kan je geen overdosis krijgen, want ze zijn in water oplosbaar. Dus we kunnen te veel uitscheiden via onze urine. Van deze vitamine is het wel belangrijk dat je daar te veel van kan binnenkrijgen, want we kunnen dat opslaan in ons lichaamsvet. Een overdosis van vitamine A en D is schadelijk voor de foetus. De eigenschappen van de vitamine. Onze vitamine kunnen oplosbaar zijn in twee soorten. Ja, namelijk oplosbaar in water en oplosbaar in vetten. Dat hebben we daarnet al besproken. Ze kunnen ook onder invloed van warmte vernietigd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan vitamine A, B, C en E. Ja. Dat is wel belangrijk om te weten, want daar kunnen we praktische toepassingen rond voorzien. Bijvoorbeeld groentjes opzetten in kokend water, ja, in plaats van te starten met koud water. Koken met zo weinig mogelijk water. De kooktijd beperken, ja, en eventueel zo snel mogelijk opeten, want als die warm blijven, verliezen ze ook weer veel vitamine. Nog eigenschappen, de invloed van zuurstof. Sommige vitaminen worden vernietigd door te veel contact met lucht. Ik denk hier aan A, D en C. Ja? We kunnen daar ook een praktische toepassing dan rond verzinnen. Dus bewaren in afgesloten ruimtes, bijvoorbeeld uw groentelade, of bewaardozen, ja? Zo kort mogelijk bewaren. Kleine hoeveelheden aankopen, hoewel dat nu misschien niet echt aan de orde is. En oudere groenten en fruit bevatten dus eigenlijk minder vitamine. De invloed van licht is ook een belangrijke factor. A en B worden vernietigd door licht. Dus plaatsen in een donkere ruimte. Ik denk aan de kelder, de koelkast, een donkere verpakking, afgesloten enzovoort. Oké. Concreet, wat ga je moeten doen? Je gaat een presentatie moeten maken waarin jullie vertellen over de vitamine van jouw groep. Ja. Je gaat een projectmap moeten maken.
Ja. Waar je een uiteenzetting doet van de functie van jouw vitamine. De aanbevolen hoeveelheid per dag voor jullie van die vitamine. Een uiteenzetting van over de voedingsbronnen. Waar vind ik het overal in mijn voeding? Ja. Een uiteenzetting van een gevolg van een tekort. Een uiteenzetting van een gevolg van teveel. En goed om weten. Ja, dus extra info, weetjes, toffe dingen rond die vitamine. En een quiz mag via Kahoot, maar kan ook op een andere manier. Dus om te zien of dat iedereen wel een beetje geluisterd heeft. De opdrachten. Dus een projectmap, een PowerPoint, een presentatie. Ja, en jezelf evalueren. 2 keer een zelfevaluatie van de specifieke doelstellingen en de generieke doelstellingen. Maar ook een peer-evaluatie van 1 leerling van jouw groep. Die documenten ga je allemaal terugvinden op Smart School. Nog eventjes belangrijk. Ik ga een aantal documenten op Smart School zetten. Waaronder de evaluaties, maar ook het Word-documentje. Ook een bijlage informatie over vitamine, waar iedereen zijn eigen vitamine in terugvindt. Ja? En ik heb een vragenuurtje ingelast via de digitale agenda. Dus, als jullie vragen hebben, of ook geen vragen, gewoon toekoer, moeten jullie je aanmelden op dat vragenuurtje via Google Meet. Dus zorg ervoor dat je dat goed in de gaten houdt. Ik heb daar onze lestijd voor gebruikt. 3STB, jullie gaan wel in 2 groepen verdeeld worden, omdat het anders te veel leerlingen gaan zijn. Ja? Dus de eerste groep die met mij praktijk heeft, krijgt de eerste mogelijkheid. En de tweede groep krijgt de tweede mogelijkheid op dinsdag. Ja? 3STA, wij doen een vragenuurtje op donderdag. Voilà, in een notendop. Hopelijk kan iedereen hiermee aan de slag. En we horen elkaar nog snel. Veel succes!